Als je het hard genoeg doet, een soort van yo-yo-bal. Diep in zijn kont. Oh, dit voelt op een of andere manier zo chill. 3, 2, 1. Oh, yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag, jongens en meisjes, heb ik iets wat jullie de afgelopen tijd fantastisch vonden op mijn YouTube kanaal. Namelijk het testen van rare, random gadgets. Ik heb er weer een aantal van jullie gekocht die ik zelf nog nooit heb uitgeprobeerd. Waarvan ik totaal niet weet hoe ze werken. Maar waarvan ik wel benieuwd ben of jullie ze tof gaan vinden en of ik ze tof ga vinden. Dus doe een dikke, dikke, dikke vette like op deze video binnen 5 seconden als jij een baas bent. En abonneer binnen 10 seconden op mijn YouTube kanaal als jij een opperbaas bent. Ik heb het in deze zak zitten hier. Het zijn verschillende soorten dingen. Ik heb het even random in een action zak gedaan. Leek mij het beste. En ik ga er gewoon zo nu en dan eentje uitgrabbelen. En een aantal ervan die heeft Jaehoon gekocht. Dus het is voor mij ook nog een beetje een verrassing van wat ik kan gaan verwachten. Maar laten we beginnen. Doe snel een like. Abonneer snel op mijn YouTube kanaal. En let's get it, man. Ik ga grabbelen. En ik ga kijken wat we eruit krijgen, jongens. Let's go. Oké, als allereerst hebben wij dit. Color Oil Slime. Oh my god, jongens en meisjes. Ik hou van slime. Altijd als ik op Instagram zit en ik kom van dat soort slimefilmpjes tegen, dan ben ik ze altijd aan het afkijken. Omdat het op een of andere manier best wel satisfying is. Nu geloof ik dat dit wel een ander soort slime is. Het is geloof ik van dat hele slijmerige slime. Een beetje dat soort van Pokémon slime. Waar zeg maar echt van die Pokémon van bestaan, je weet toch? Dus ik ga hem openmaken, jongens. En ik ben benieuwd of ik dit een beetje tof ga vinden. Ik hoop dat ik het überhaupt open ga kunnen krijgen. Oh my god. Holy shit, jongens. Oh my. Dit voelt zo. Dit voelt zo raar. Het blijft ook een soort van aan je hand plakken. Je hand wordt. Oh, het stinkt. Ik hoop dat er in 2018 geurcamera's gaan komen. Zodat jullie kunnen ruiken wat ik nu ruik. Dit is echt letterlijk het smerigste wat ik ooit in mijn handen heb gehad. Ik had ook legit niet het idee dat het zo zou voelen. Het blijft gewoon een soort van aan mijn handen. Mijn handen blijven op een of andere manier een soort van plakkerig. En het stinkt zo erg. Like, dit is echt... Hoor ook dat geluid. Dit is echt zo raar. Dit voelt ook totaal niet natuurlijk. Het lijkt alsof dit een soort van beest is of zo. Wat ik in mijn handen heb. Een soort van iets wat gewoon elk moment kan wegvliegen of wegspringen. Maar je kunt er wel echt lekker in knijpen. Het is wel lekker fluffy. Om lekker zo. Het voelt alleen. Het blijft ook niet. Het blijft niet echt aan mijn handen. Ja, een beetje. Het blijft een beetje aan mijn handen plakken. Maar niet heel erg. Maar het voelt zo. Kan ik het misschien op mijn gezicht neerleggen? Oh, mijn hele gezicht is nu nat. Ik durf het niet in mijn mond te noemen, jongens. Meestal eet ik altijd alles op voor de grap, maar hiermee ga ik dat niet proberen. Als jullie dit zouden ruiken, snappen jullie waarom. Oké, nog één keer. Dit is zo raar. No, man. Fuck this shit. Ik ga dit terug doen in het potje. Ik laat dat bijna nog op de grond vallen. Dat geluid ook. Niet zo lekker. Oké, jongens. We gaan door naar de tweede gadget. En wat de hel is dit? Dit is een bubbel yo-yo bal. En ik moet hem schijnbaar opblazen. Ik weet niet wat de bedoeling ervan is. We gaan hem openmaken, jongens. Een bubbel yo-yo bal. Nooit eerder van gehoord. Ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje leuk is. Oké, wat je geloof ik letterlijk moet doen. Dus je moet hem... dit is hoe het werkt. Je moet hem gewoon om je middelvinger heen doen in dit geval. En vervolgens heb je een soort van... als je het hard genoeg doet, een soort van yo-yo bal. Dit voelt meer als een soort van boksbal. Maar, I don't know, er zit alleen iets bij. En ik heb geen idee waarvoor je dat kunt gebruiken. Een soort van stokje of zo. Ik weet niet, misschien kun je dat er doorheen doen. En dan kun je, ik heb geen idee. Maar ik denk dat het in eerste instantie op deze manier moet. En dan heb je gewoon een soort van yo-yo bal. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Maar het is op zich wel leuk om te doen. Als je echt helemaal niks te doen hebt in ieder geval. Ik zou deze niet echt een goed cijfer geven. Deze is niet zo heel nice. Dat was misschien niet zo erg slim. Oké, jongens, volgende gadget. Ik heb hier bouncing clay. Dit is een soort van stuiterende klei. Hier ben ik benieuwd naar. Oké, we gaan hem openmaken, jongens. En dan ga ik eens even kaken of dit leuk is. Het is de mooie roze kleur, dus dat is al mooi meegenomen. Yes, jongens. Oké, daar gaan we. Let's go. Het blijft gewoon aan het deksel. Dit is... Wacht, ik ga het jullie laten zien. Dit is echt zo... zo sticky. Dit is echt zo'n Instagram satisfying video nu. Kan ik het er ook echt uithalen? Dit voelt op een of andere manier zo chill. Wacht, ik ga het helemaal als een soort van dingetje maken. Oké, 3, 2, 1, dan gaan we.
Oh, dit voelt chill, man. Oké, maar schijnbaar schijnt dit te stuiteren. Dus ik heb hier een muur en ik ga het hier gewoon eens tegenaan gooien om te kijken of het werkt. Oh! Wat de hel? Oké, jongens, geloof het of niet, maar dit stuitert echt. Het stuitert wel slecht. Het stuitert niet zo heel erg goed, maar het stuitert wel degelijk. Let op. Wow! Oh! Hij legt gewoon één gek parcours af. Kijk, ik ga hem kapot hard tegen de muur aangooien bij de tv. Jeetje, Mina. Dit is op een of andere manier nog leuk. 3, 2, 1. Au! Oh, ik kwam bijna uit mijn ballen. Dat was niet heel erg fijn. Het werkt wel. Maar dit blijft het chillste om te doen. Terwijl het eigenlijk gewoon een freaking stuiterbal is. Nice. Oké, jongens. Let's go. Een blow-up dinosaur. Dit is een dino die wij kunnen opblazen. Er kwam een beetje slime. Niet zo fris, niet zo leuk. I do not like that. Maar we gaan het doen, jongens. Let's go. Ik ga hem openmaken. Het is een opblaasbare dino. Gaat het echt werken? Er zit inderdaad een blow-up ding bij. Moet ik die in zijn kont... Die moet hij letterlijk in zijn kont stoppen. Oh, nee. Ik stop hem echt in zijn kont op dit moment. Oké, en dan moet ik blazen. Maar dit werkt niet. Wacht, dieper in zijn kont, jongens. Dieper in zijn kont. Werkt het? Ja, het hoort op deze manier te werken. Ik hoor het in zijn kont te stoppen en dan hoor ik dus te blazen. Alleen... Hij kan niet. Deze dino werkt niet. Daar is maar één ding aan te doen. Een niet werkende dino met een ding in zijn kont. Daar moeten wij wat aan doen, jongens. En ik ga er wat aan doen. Het spijt me, meneer de dino. Maar dit gaat het einde worden van jou en je dino-generatie. Besef die binnenkant. Dit is ook een soort van stretchable slime. Ziet er wel raar uit. Kijk dat hoofd, jongens. Dit is gewoon een afgedinkt dino-hoofd. Misschien kan ik hem op mijn neus zetten. Dit was niet zo erg nice. Laten we doorgaan naar de laatste ketchup. Oké, jongens en meisjes. En het laatste wat ik heb, en deze heeft Jeroen denk ik uitgekozen, is een surprise-ei. Een roze surprise-ei. Ik ga hem openmaken en ik ga kijken wat erin zit. Want ik ben namelijk best wel benieuwd. Ik heb echt geen idee wat ik kan verwachten. Ik weet niet eens hoe je dit ding moet openmaken. Maar we zullen zien wat erin gaat zitten, jongens. Ik ben benieuwd. Oké, jongens. Ik kan hem openmaken. 3. 2, 1. Wat de hel heb ik gekregen? Jeyoon, waarom heb je dit uitgekozen? Stickers, een gum en een freaking krijtje, oké? Maar hé, ik ga eerlijk voor je zijn. Fuck this shit. Ik wil alleen de stickers. Ik moet de stickers hebben. Dit zijn de meest epische stickers die ik in mijn hele leven heb gezien. Ik kan me nog wel herinneren trouwens dat in groep 8 mochten we altijd een dicté maken. Dan moet je zeg maar zoveel mogelijk woorden zeg maar goed opschrijven. Dus met goede spelling. En als je dan alle woorden goed had, kreeg ik altijd van de juf zeg maar een sticker. En die kreeg je dan op je wang of op je hoofd of op je neus. En echt, als je een sticker had in groep 8, of nou, in groep 6 of 7 was het waarschijnlijk. Want in groep 8 was dat natuurlijk niet meer cool. Maar in groep 6 of 7, als je dan zeg maar zo'n sticker kreeg na zo'n dicté, dan was je gewoon de shit. Dan kon je gewoon shine. Man. Ja, nu is dat toch wel iets anders natuurlijk. Nu gaat het niet zozeer meer om stickers tegenwoordig. Maar alsnog, het gaat om het idee, jongens. Kijk mij flexen. Holy freaking moly. Ik ben een beast. Moraal van het verhaal. Ik vond het een hele toffe video om op te nemen. Het leukste vond ik sowieso dit. De stretchable. Nou ja, dit was eigenlijk het klei. En hiermee kon je dus heel hoog stuiteren. En dat vond ik sowieso heel erg leuk. Wacht, ik ga het jullie even nog één keer laten zien. 3, 2, 1. Dit is echt legit heel erg leuk om te doen. En dus dit. Oh, dit voelt zo raar. Oh, dit is echt de goorste zombie slime die ik ooit heb gezien. Het enige nadeel aan deze slime is wel dat hij heel erg makkelijk zeg maar uit elkaar spat en dat je de helft gewoon kwijtraakt. Dat is een nadeel. Ik ga deze slime gewoon weggeven. Ik heb namelijk het dekseltje ervan toch nog. Ik raad jullie wel aan om er niet te veel aan te ruiken, want het stinkt. Als je er nog kans op wilt maken, doe dan een like op deze video. Abonneer dan even op mijn YouTube kanaal. Laat een leuke reactie achter. Laat gewoon 2 nieuwe mensen op mijn YouTube kanaal abonneren. En laat een leuke reactie achter om te winnen. Want deze shit is lijp. Ik heb nog meer gadgets in mijn tas liggen. Dus als jullie in deel 2 willen, laat het dan ook weten. Het was je voor de YouTuber met zijn stickers. En tot de volgende keer. Adios. When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time. Ongelooflijk leuk, jongens. Oh my god, ik heb gewoon een... Ah, dit vind ik leuk, jongens. Dit is een keer wat anders dan dat we normaal gesproken krijgen van de bedreiging. In het verleden hebben we natuurlijk hart en allemaal andere enge dingen gekregen, maar dit, jongens en meisjes... Kom op, doe het even. Dit is leuk.
Nou, dit is het eerste wat we hebben gekregen. Ik ga het denk ik gewoon lekker in de verpakking houden. Ik vind het er eigenlijk wel leuk uitzien zo. En wederom, ik heb natuurlijk de winnaar van de vorige, van een van de vorige cadeaus heb ik al geconnect. Sowieso gefeliciteerd ermee. Ik ga in deze video denk ik deze Winnie de Pooh weggeven, omdat hij namelijk toch nog leuk in de verpakking zit. Dus like daarvoor deze video, abonneer even op mijn kanaal en laat een leuke reactie achter, want deze... Tadadadun, vind ik leuk. Oké, we gaan kijken wat we nog meer hebben, jongens. Er zit nog meer in, oké.